Goedenavond. De koepel in Breda gaat mogelijk onderdak bieden aan honderden vluchtelingen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft de gemeente gevraagd de leegstaande gevangenis beschikbaar te stellen. Nederland krijgt de laatste tijd veel aanvragen van asielzoekers. In Breda, bij de koepel, onze verslaggever Rogier van Son. Ja, Rogier, waarom nou juist deze locatie? Nou ja, de koepelgevangenis staat sinds half april leeg. Er zijn de laatste gevangenen vertrokken. En ondertussen komen er heel veel duizenden asielzoekers naar Nederland. Vluchtelingen uit Eritrea, uit Syrië. En die moeten gewoon ergens een plekje krijgen. De urgentie is ontzettend hoog. Nou, het COA heeft daarom de koepel op het oog. Overigens niet het koepelgebouw zelf, maar de omliggende gebouwen. En ze zouden dan ook het personeel van de koepelgevangenis willen gaan inzetten. Ja, en de gemeente zal hier nou over na moeten gaan denken. Het COA zegt... De problematiek is heftig. Wij willen op korte termijn daarover kunnen beschikken. En het gebouw is eigendom van de Rijksoverheid. En het gebouw staat leeg. Dus zij zeggen dat is voor ons een hele snelle weg. En men zoekt in het hele land naar leegstaande gevangenissen, kazernes of ziekenhuizen. Ja, en dit is zo'n complex. Dus wij moeten nu eerst in zorgvuldigheid en wijsheid er naar kijken. En ik ben ervan overtuigd dat daar nog het nodige over gezegd en gevonden gaat worden. Ja, dat zegt de burgemeester. Wat vinden de Bredanaars ervan? Ja, er wordt echt met gemengde gevoelens hier gereageerd. Het heeft met name met de ligging van de gevangenis te maken. In het centrum van Breda, nou ja, er worden dan straks bijna 400 asielzoekers ondergebracht die de hele dag niks te doen hebben. Dus de PvdA heeft gezegd, wij stellen als een van de voorwaarden dat er een goede dagbesteding moet komen. En de VVD heeft al gezegd, ja, de binnenstad vinden wij een uiterst ongelukkige keuze. Nou, ik heb met verschillende winkeliers hier ook gesproken. Ja, die zijn er eigenlijk helemaal niet blij mee. Die vrezen ook voor hun veiligheid. Maar durven het allemaal niet voor de camera te zeggen. En daarnaast heb ik ook mensen op straat gesproken. Ja, en die reageren ook allemaal verschillend. 390 asielzoekers in de koepel. Wat zou je daarvan vinden? Niet goed eigenlijk. Veel te dicht in de stad, zou het niet. Prima. Het staat leeg. En net als vluchtelingen uit Syrië. Daar ben ik helemaal voor in. Waar bent u bang voor dan? Ja, heel druk. En de mensen niet kunnen verstaan. Dat vind ik heel moeilijk. En ze hebben net zo goed kans om ergens te wonen, dat snap ik. Maar om er zoveel bij elkaar te hebben zitten, nee. Nou, dat is misschien wel een niet goed idee. Hè? Ze moeten toch ergens naartoe. Dus het staat leeg, dus... Ja, wisselend inderdaad, Rogier. Maar hoe zeker is het nou dat ze ook gaan komen? Nou, dat duurt nog een paar weken voordat we dat zeker weten, want de gemeenteraad zal hier ook nog over moeten praten. En het officiële, het formele verzoek moet nog binnenkomen van het COA, maar het dringende verzoek is al wel binnengekomen. De burgemeester zei over een paar weken zullen wij duidelijkheid geven. Dankjewel, Rogier vanuit Breda.